Jullie zien het al, we staan weer in het land en Ben heeft de eerste leuke vondst. Ja, we gaan een zegelloodje. Een zegelloot. Uit de stad waar ik geboren en getogen ben. Uit de stad waar jij geboren en getogen bent. Sleutelstad, Leiden. Zo, die is zeker nog mooi, zeg hij. Ja. JMBNC Leiden. Ja, dat is een mooi begin. Dus even kijken. Zo, dat is zeker een leuk loodje. Ja. Nou, dat moet toch wel geluk brengen, hè? Een loodje uit mijn geboortestad. Ja, denk het ook wel. Dat is leuk voor de eerste vondst, maar we hebben nog een hele dag te gaan. Dus... 10 minuutjes zijn we bezig, ja. Dus dat gaat goed. Ja, toch? Nou, gaan we weer lekker verder. Ja. Yes. Nou, we gaan bij Ben kijken, want Ben is aan het juichen. En hij heeft zilver. Lekker. Willem 2, 25 cent. Zo mooi hoor. Oh, daar ben ik blij mee. 1849. En het is 25 cent. Maar hij is groter. Ik zag gewoon 2 staan. Ja. En die had ik nog niet in mijn collectie. De 25 cent. Alleen 10 centjes. Alleen 10 cent. Ja. Zo, daar ben ik blij mee. Zo, ja, nou is hij mooi in beeld. Wow, en hij gaf nog een beetje een, hoe heet dat, een verschillend geluid, weet je wel. Heen en weer ging ik. Ja. Nou, dat moet gewoon gaaf. Zo dan. Ja. Leuk. 1849. Ja, nou, daar ben ik blij mee. Ja. De dag kan nu al niet meer stuk. Super, Ben. En we bedenken hoeveel uurtjes we nog te gaan hebben. Aha. Gefeliciteerd. Yes. Ja, dankjewel. Jij hebt weer een munt, Ben. Ik heb weer een muntje, ja. Deze keer van koper. Ja. En het is een West-Friesia. Ik weet niet of het op het beeld te zien is, maar zo met een bloot oog zie je wel West staan. Ja. Dat is nou een beetje opgedroogd. Ja, het is wel te... Wacht even hoor. Ja, het is wel te zien, ja. Ja, klopt, ja. West-Friesia. Mooi, toch? Een Duits. Een Duitje. Maar een beetje te warm aangekleed vandaag. Eigenlijk wel, hè? Ja. Het is warmer als vorige week. Het is een heerlijk zonnetje, dus ja. Ja, die muts kan eigenlijk af. Eigenlijk wel, maar ja. Ja. Je hebt hem nou toch al op, dan dus... Je een kale kop zo. Laat nou maar zitten, hè? Ja, daarom. Nou ja, toch weer een leuke munt. Ja, zeker. Dan gaan we weer door naar de volgende vondst. Op naar de volgende, ja. Yes. Zeg het maar weer. Nou, weer een mooi zegelloodje. Uit de prachtigste stad van Nederland natuurlijk. Voor mij dan althans. Voor iedereen is het anders, maar... Leiden. Alleen de L, dus het is Eiden. Ja. Ja, Leiden en de andere kant. CNO. Of G. C. Nee, CNC. CNC. Of GNC. Zoiets, ja. Jorge en... Nou, we kunnen het wel even uitzoeken waarvan het is. Ja, nou, dat gaan we wel even doen. Het is best leuk om de herkomst te weten van het zegellood. Daarom. Ja, grappig. Oké, okay, ja, lekker man. Toch? Ja, maar het lijkt wel alsof ik nog even niet aan de beurt mag zijn naar volgen. Nee, zo zie je maar, hè. De ene keer vind jij een gulden uit 1713. En dan ben je gelijk een hele tijd niet meer aan de beurt. Dan ben je gelijk weer en dan is de ene weer aan de beurt. Ja. Want ja, jij loopt eigenlijk op hetzelfde stuk als vorige week. Ja. En ik op mijn eigen stuk. Uh-huh. En vorige week had ik alleen maar rotzooi. Ja. En nu ben jij een beetje... Ja. Nou ja. Jij een beetje, hè? Ja, maar ja, misschien komt het nog. Misschien komt het nog. Als ik straks een bakje koffie heb gedronken. Misschien wel, ja. Hey, misschien trekt hij nog een gulden eruit. Ja, precies. Je weet het nooit. Nou, ik werd weer eventjes wild. Want ik zag weer een munt uit de kluit komen. Ik dacht ook even van... Ik twijfelde er al een beetje over of het nou zilver zou zijn. En ik dacht al een beetje, mijn vermoeden ging al uit dat het een nikkelen munt was. Of tenminste, dat die van nikkel is. Ja. En dat klopt ook. Het is een 5 frank van 1971. Franse frank 5. Toch leuk. Ja. Ja. Dus, maar ik begrijp dat je weer even helemaal... Ja, wel een flinke ja. Het zou toch weer zomaar een gulden hadden kunnen zijn. En ik zag eerst deze kant met de persoon erop, met het karakter. Ja. En dan ga je toch eventjes denken van zo. Maar goed, het is dus niet een hele oude munt, maar toch wel leuk nog. Ja, daarom. Ja. Ja, toch? Nou ja. We nemen hem mee. Ja, op naar de volgende. Yes. Zo. Nou, we gaan afsluiten voor vandaag. Ik ben letterlijk en figuurlijk aan het eind van mijn Latijn.
ja, dit keer was het jouw beurt dit om zilver te vinden. Dit keer was het mijn dag, ja. Ja, ja. En ja, toch wel wat leuke vondsten, kort en krachtig. Ja. En we hopen de volgende week dat we wat dikker in de vondsten zitten. Maar al met al toch een leuk dagje geweest. Ja. Wij bedanken jullie weer voor het kijken. Laat nog even een leuke reactie achter. En abonneer wanneer je nog geen abonnee bent. Dan zien we jullie snel bij de volgende keer. Tot snel. En hopen wat moois de yes. volgende keer. Ja, voor mij dan voor jou dan in ieder geval. Ja. Voor mij was vandaag leuk, maar het zou ook wel weer eens leuk zijn als we allebei een dag hebben dat we... Ja, ja maar dat gaat wel komen. Dus, oké. Yes. Hoi. Ciao.